Terugkeer na 17 jaar, Ado Den Haag gaat weer trainen in het Zuiderpark. Het eerste mannenelftal van Ado Den Haag zal in de loop van het nieuwe seizoen weer in het Zuiderpark gaan trainen. Dat hebben sportwethouder Meijer en algemeen directeur van Ado Den Haag, Grins van Admiraal, bekendgemaakt. Sinds 2007 speelt de club haar wedstrijden in het stadion in de wijk Voorpark. En dat heet nu Bingoal Stadion. Maar heeft sinds de bouw al verschillende sponsornamen gehad. In het Zuiderpark komen twee nieuwe grasvelden waarop het eerste mannenelftal zal gaan trainen. En daarnaast worden ongeveer 100 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Om de overige faciliteiten op het nieuwe trainingscomplex van Den Haag te kunnen realiseren, is de club met verschillende partijen in gesprek. De velden en het trainingscomplex komen op de plek waar op dit moment voetbalvereniging HDV is gevestigd. En die zal in goed overleg verhuizen naar sportcomplex Eskam 3. Volgens algemeen directeur van Gins, van Admiraal is het geweldig dat de mannenselectie weer terug kan keren naar het hart van de stad. De rijke historie die de club hier kent, zorgt er niet alleen voor dat men zich verbonden voelt met onze club, maar ook met de Stad Den Haag en haar inwoners, aldus van Ginsven. Ado Den Haag speelde tot 2007 haar wedstrijden in het Zuiderparkstadion. Daar werden ze twee keer landskampioen in 1942 en in 1943 en in 1968 wonnen ze de bekerfinale.